Migranten zijn er onder meer in Duinkerke en Calais in Noord-Frankrijk. Koerden, Soedanezen en Pakistanen, ze wonen er in geïmproviseerde tentenkampen en hopen de oversteek naar Groot-Brittannië te kunnen maken. Een aantal Belgische vrijwilligers van Solidarity for All is hen vandaag gaan opzoeken. Ze hadden voedsel mee, water en allerhande andere levensnoodzakelijke spullen voor zij die kerst ver van huis doorbrengen in moeilijke omstandigheden. Ik heb droog hout mee, daar hebben de mensen behoefte aan. Ik heb kasserollen mee, pannen, dekens. Waarom doet u dit? Ja, het zijn mensen, hè. Het zijn mensen, hè. Het is kerstmis. Godverdomme. Hier. 5 minuten. Op die tijd is de propvolle bestelwagen van Robert weer helemaal leeg. Alle spullen zijn uitgedeeld aan de zowat 200 vluchtelingen die in de jungle van Duinkerke leven en niet terecht kunnen in het lokale opvangcentrum. Vrijwilliger Patrick neemt ons mee naar een tentenkamp. Voilà, hier heb ik geslapen. Hè. Hier is plaats voor 16 mensen, maar vannacht waren we hier met een tiental mensen. Gisteren vierde Patrick kerst in de open lucht samen met zijn Pakistaanse gastheren. Zij hebben weinig woorden, maar je ziet het wel in hun ogen dat het voor hen heel moeilijk is om hier te zitten, los van hun familie. Je hebt hier huisvaders die hun kinderen hebben moeten achterlaten, een vrouw moeten achterlaten. Dit is de plaats waar ze wassen, zich wassen, shower. Hier koken ze dus eerst water en dan wassen ze zich. Tijdens de week leidt Patrick een gewoon leven in België. Maar sinds zijn eerste voedselbedeling, zo'n 3 jaar geleden, komt hij hier elk weekend langs. De jungle heeft mij helemaal veranderd. Dat ik alles een heel stuk beter kan relativeren. Dat heel wat problemen die wij hier kennen eigenlijk geen echte problemen zijn. Dat die mensen hier, die hebben echte problemen.